Nou, deze nieuwsuitzending is weer eens echt nieuws. Iedere keer als ik op Facebook milieugezeur zie, dan ga ik er iets mee doen. Dit is mijn Facebookpagina die je nu ziet. En de naam van deze persoon die heb ik uit pietijd precies buiten beeld gezet. Dus ik kan hier niet in gaan scrollen, want dan zie je hoe zij heet. Het is een vrouw. Het zijn altijd vrouwen op Facebook die dit soort berichten neerplanten. En nou zegt ze dus in haar commentaar erbij: dat bedoelde ik gisteren dus. Aanpak van een hoger niveau is in dit soort gevallen nodig. Uitroepteken. En waar gaat het nou om? Nou, Tata Steel, dat zijn de voormalige hoogovens. Die hebben een miljard minder aan die CO2-rechten. Dus iemand heeft gebruld dat als jij koolwaterstoffen gaat verbranden, dat je daar een recht voor moet hebben. Ja? Dus je mag wel koolwaterstoffen verbranden, dat is verder het probleem niet. Als je maar in dit geval 1 miljard euro betaalt. Huh? Nou, Tata Steel heeft tegen de Nederlandse overheid gezegd van ja, zijn jullie helemaal besodemieterd? Maar dat gaan we niet doen. Dat is diefstal. Want wij betalen al voor de brandstof. Wij betalen al loonbelasting en onroerend goedbelasting. We betalen genoeg. Wij houden een partijtje Nederlanders aan het werk. En dan ook nog een miljard gaan betalen vanwege het feit dat wij koolwaterstoffen verbranden? Ben je helemaal idioot geworden? En daar heeft Tata Steel helemaal gelijk in. Hoezo denkt de Nederlandse overheid dat ze dit bedrijf mogen beroven van 4 miljard, van 1 miljard euro? Dat is belachelijk. Ik heb er ook op gereageerd, hè? Want waar dus deze vrouw voor is, is dat Tata Steel wordt aangepakt. Ja, dat gaat Tata Steel een miljard euro kosten. Hoe moet Tata Steel aan dat miljard euro komen? Van Sinterklaas. Straks gaat dat bedrijf failliet. Straks denkt Tata Steel, die Hollanders die bekieken het maar. Ik ga die koolwaterstoffen wel verbranden in Dubai. Of in Schalewibowok. Dan gaan ze het daar toch doen. Door Tata Steel levert staal aan de internationale markt. Die is niet afhankelijk van de Nederlandse markt. Meer maf. En of je dat staal wat gemaakt wordt nu in IJmuiden, of je dat vanuit IJmuiden naar, zeg eens wat, Jemen of zo gaat verplaatsen, of dat je dat vanuit New Delhi doet. Nou, New Delhi is niet zo handig, want dat ligt niet aan zee, maar kies maar een plek in India. Denk je dat ze daar moeilijk doen over de CO2? Nee, natuurlijk niet. Maar deze vrouw die denkt, dat maakt mij niet uit. Dan gaat die industrie maar weg uit Nederland. Dan gaan ze dat maar elders lopen doen. Dan per saldo krijgen we net zoveel CO2 in de atmosfeer. Dat maakt me dan helemaal geen donder uit. Maar hier hebben we dan wat meer werkeloosheid. En daar ben ik voor. Dit mens weet niet waar ze het over heeft. En dan daarbovenop. Ja, zij begint. Dit is de conclusie van de laatste zoals die staat in de laatste versie van mijn artikel. En mijn artikel heeft als mooie titel Klimaatpaniek en de feiten. En dit is de conclusie. Voor de Nederlandse situatie geldt op basis van gegevens van het KNMI en RWS, dat is Rijkswaterstaat, KNMI, dat ken je denk ik wel, het volgende. Dubbele punt. De CO2-concentratie stijgt grillig en steeds sneller, maar is nog ver onder de grens waarbij het giftig wordt. CO2 is goed voor de plantengroei. De temperatuur stijgt vrij constant en de laatste 20 jaar niet. Er zijn dus ook andere factoren van invloed. Een hogere temperatuur is goed voor de plantengroei. De zeespiegel steeg al voordat de industriële revolutie begon en stijgt heel constant. Dit geeft aan dat de CO2-concentratie niet de enige factor is die de hoogte van de zeespiegel beïnvloedt. De stijging is voorlopig geen probleem voor onze waterkering. Onze dijken zijn voorlopig hoog genoeg.
Klaar. Nou, en als er weer zo'n raar bericht op Facebook komt, dan kom ik weer. Dan ga ik het nog een keer voorlezen. Bedrijven als Tata Steel moet je helemaal niet aanpakken. Je moet blij zijn dat die mensen dat staal hier in Nederland willen maken. Want ze gaan keihard weg, hoor. En trouwens, Tata Steel is toch al van plan om weg te gaan. En op deze manier gaan ze nog eerder weg. En wat heb je eraan? Een CO2 is helemaal geen probleem. Nou, dan heb ik hier nog wat anders voor jullie. Nou, we het hebben over het milieu. Moet ik even goed kijken waar mijn aanwijzer zit. Dan ga ik even naar boven, ja. Hier gaat het om. De Milankovic-cycli. Milankovic, dat was een Serviër. En die leefde aan het begin van de 20e eeuw. En hij had de hypothese dat als je even voor het gemak uitgaat dat de zon stilstaat en de aarde daaromheen draait. Je mag het ook anders zien hoor, dat maakt niet uit. Maar laten we even uitgaan van het heliocentrische model. Dan is de afstand van de aarde tot de zon niet constant. En ook draait de aarde onder een hoek om de zon. Dus de Noordpool staat soms het dichtste bij de zon en op een ander moment, namelijk een half jaar later, staat hij het verste weg van de zon, omdat de aarde scheef onder een hoek om de zon draait. Kan je het voor je zien? Ja? Dat verklaart heel goed de seizoenen. En dan is er ook nog iets als de precessie van de aardebaan en dat wil ik dan eventjes niet. Anyway, die variaties in de wijze waarom de aarde rondom de zon draait, dat levert een verschil op in de intensiteit van de zon zoals die hier op aarde wordt ervaren. Nou, dat hele verhaal kan je dus hier allemaal lezen, wat ze er allemaal bij ontdekt hebben. Want wat blijkt, hier rechts in beeld zie je een kaartje. Beetje uit, kan dat? Kan je, ja, en dan misschien nog iets groter. Hoe? Zo kun je denk ik wel goed zien, hè? Dit zijn gegevens die opgehoest zijn door onderzoekers en die hebben op Antarctica, de Zuidpool, hebben ze ijsmonsters naar boven gehaald. Om dit even uit te leggen wat hier staat. Van links naar rechts zie je de diepte waarop ze dat ijsmonster naar boven hebben gehaald. En het diepste monster is 3300 meter. Dat is iets meer dan 3 kilometer. En het minst diepe is 0 meter. Dat is aan het oppervlakte. Nou, hebben ze daaronder. Ik pak even weer mijn ruler erbij, hè. Kijk, de bovenas, dit bedoel ik, wat je hierboven ziet. Hè? Dat is de diepte in meters, zie je dat? Ja? Dan heb je eronder, daar hebben ze de leeftijd, de ouderdom, moet ik zeggen. In jaren. En dan hebben ze gezegd dat die monsters van dik 3 kilometer diepte, dat die meer dan 400.000 jaar oud zijn. Nou weet ik dat er mensen zijn en die nemen de Bijbel als uitgangspunt en die zeggen dat kan niet, want zo oud is de aarde niet. Maakt niet zo gek veel uit. Die as die eronder staat, die misschien scheelt die wel een factor. En dat het niet 400.000 jaar oud is, dat ijs van 3 kilometer diepte, maar dat het maar, zeg eens wat, 4.000 jaar oud is. Wat belangrijker is, is dat als we in deze grafiek kijken naar het bovenste stuk, dat zijn die blauwe lijnen, de blauwe lijn, deze, dat is de CO2-concentratie in ppm. Zeg ik dat goed?
Nou, het is in elk geval de CO2. Ja, parts per million. Ja, parts per million. En dat varieert dan tussen de... Nou, de laagste is hier 200. En het maximum is dan bijna 300. Zie je dat? Zut, 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 zut. Dit varieert. En you believe me dat die variaties... Het was de CO2 in het ijs wat ze nu vinden. Dat is iets van 280. Dat was vroeger een stuk minder. Dus in hoe dieper ze gingen. Maar op 1 kilometer diepte vinden ze weer ijs wat net zoveel CO2 bevat als het ijs wat aan het oppervlakte ligt. En op bijna op 2700 meter diepte vinden ze ijs en dat heeft weer net zoveel CO2 als dat we nu hebben. En meer dan 3000 meter in de diepte vinden ze ijs en dat heeft net zoveel CO2 als dat we nu hebben. En tussendoor hebben ze CO2, dat is veel minder. Ja? En of dit nou, dan hier staat dan onder, hè, dat het dan gaat om 150.000 jaar geleden was er net zoveel CO2 in het oppervlakte-ijs, dus in de atmosfeer als nu. Of dat het geen 150.000 jaar is, maar zeg eens wat, 1.500 jaar. Hm? Ik zeg maar wat hoor. Kijk, dat is mij niet duidelijk. Hè? Nou, dan hebben ze hier de groene lijnen, dat is methaangas. En dan die rode lijn is iets wat ik niet kan lezen. Even kijken, kan ik hem nog groter maken? Insulation. Dus zeg me even helemaal niks. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. In elk geval is het je duidelijk dat dingen als CO2, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, dat varieert van nature. En het is maar de vraag of de menselijke activiteit hier überhaupt iets aan bijdraagt. Aangezien planten CO2 consumeren. Dus ja, je kan wel CO2 in de atmosfeer stoppen, maar zo gauw dat in de buurt van een plant komt, dan denkt de plant, lekker, happa, dan is het weg. En dat geldt ook voor algen in de zee. Want die algen die in de zee groeien, die absorberen dat CO2 wat in het oceaanwater zit. Eenvoudig, toch? En dan gaan die planten, die gaan allemaal groeien en die absorberen dan de CO2. En als zo'n plant afsterft, ja, dan komt die CO2 weer vrij. Vroeg of laat. Dus het is een... Ja, het is een golvend gebeuren. En wellicht dat door de verbranding van koolwaterstoffen die we nu doen, omdat het wel heel hard gaat, dat er momenteel in een korte tijd extra veel CO2 in de atmosfeer komt. Maar ja, dat betekent dat de planten zo dadelijk extra hard gaan groeien. Meer niet. En of dat dus de temperatuur beïnvloedt hier op aarde, dat staat helemaal niet vast. Ja, vandaar ook dat ik dat voornemen heb om een experiment te gaan doen. En dat staat hieronder, in de linkjes. Het grote CO2-experiment. En daarin zijn jullie allemaal uitgenodigd om gezellig mee te komen doen. En het, gezellig wordt het. Het wordt zonder meer leuk. En we gaan het aantonen. En als andere mensen ook een beetje meehelpen met de publiciteit, wat niets meer is dan het op YouTube te zetten en op Facebook te sharen en Twitter en zeg het maar. Als iedereen even meedoet, dan trap van een hele grote rel.
En dan politieke partijen informeren. Nou, we hebben een experiment gedaan als burger. Omdat jullie dat als overheid, daar hadden jullie geen tijd voor. Hè? Jullie waren te druk bezig om 1 miljard euro af te troggelen van een eerzame ondernemer zoals Tata Steel. Ja, lekker geld verdienen. Geld stelen. Nou, maar wij hebben het experiment wel gedaan. En wat hebben wij geconstateerd? Nou, dat er helemaal niks aan de hand is. Ha, 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 ha. En nu jullie weer. Stomme overheid. Ja, hebben wij de Hollanders weer eventjes bewezen dat wij toch echt wel de Hollanders zijn, hoor. Want geen woorden, maar daden. Dus doe lekker mee met mijn experiment. En als je wil weten wat je precies kan gaan doen, en luister dan naar de eerste uitzending. En die tweede met een argumentatie waarom je je geen zorgen hoeft te maken over een eventueel mislukken van de boel. Want het lukt. Het lukt. Het gaat lukken. Er is helemaal geen relatie tussen... Er is wel een relatie tussen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de hoeveelheid warmte die zo'n atmosfeer absorbeert. Jazeker. Maar dan moet er wel een aanzienlijke hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zitten. Dus je wordt van jenever wordt een mens dronken. Echt. Daar wordt hij hartstikke dronken van. Maar dan moet hij wel... een onervaren drinker... Nou, 3 borrels. 4 borrels is hij dronken. Iemand als ik? 8 borrels of zo? En dan denk ik, ik voel niks. Ja, maar dan ben ik al wel een beetje aangeschoten natuurlijk. Hè? Maar van een theelepeltje jenever wordt een mens niet dronken. Dus je wordt wel dronken van jenever, maar niet van een theelepel. En de atmosfeer absorbeert wel meer infraroodlicht als er CO2 in zit, maar niet bij 0,04%. Dat is veel te weinig CO2 om effect te kunnen hebben. Ja, hetzelfde is dat als jij je auto volgooit met bakstenen, dan is dat heel slecht voor de schokbrekers. Maar als jij 1 baksteen in je kofferbak hebt, dan gaan je schokbekers niet kapot. Het heeft alles te maken met een maat. En in het experiment wat ik voorgesteld heb, dan gaan wij kijken wat het effect is van 0,08% CO2. En ik zeg je, dat is helemaal niks. Dat is 1 molecuul CO2 op ongeveer 1500 andere moleculen. En het ene molecuul CO2, dat wordt dan warmer door de zon. En de rest van de moleculen, die trekken zich er helemaal niks van aan. Dus die blijven dezelfde temperatuur. Dus dan heb je de eentje en die wordt warm. En maar 1250 andere moleculen, die doen helemaal niet mee. Die blijven net zo koud als ze waren. Ja. Dus wat zal het effect zijn? Helemaal niks natuurlijk. Ja? Wat interessant hoor. Wat echt hartstikke leuk. Dus. Nou, en die Milinkovic-cyclus. Ik zou zeggen, kijk er zelfs naar. Het staat toch echt allemaal... Het is best een leuk artikel. En de... Ja, het slaat ook ergens op. Dit staat goed uitgelegd. Dit is die hoek waarmee de aarde om zich de eigen as draait. Dus even uitgaande van het heliocentrische model. Dat is dan die hoek. En dan die hoek, die draait dus ook weer... Zie je dat... Hebben ze hier mooi aangegeven. Die draait ook weer in een cirkeltje. Dus net als dat een tol, als je dat nog kent van vroeger. Een tol, die kan ook zo'n beetje scheef staan. En die draait dan ook weer, dus die draait om zijn eigen as. Maar hij draait als draaiend stelsel ook weer in het ronde. In de ronde. Dat doet de aarde dus kennelijk ook. Dat is heel interessant om te weten.
We zullen hier ongetwijfeld nog veel meer interessantere dingetjes in staan. Ik denk van, dat meen je niet. Dat kan niet. Kijk, dit is ook zo'n, wat je hier rechts ziet, is ook waar. Kijk, als iets draait om iets anders, dan is dat niet in een cirkel. Dat is altijd in een soort van ellips. Altijd een beetje ovaal. Dat is Kepler. Even niezen. Kepler is die opvolger van Einstein. Einstein, zeg ik nou. De opvolger van Newton. Die heeft die aantrekkingskrachtwet van Newton gepakt. En daar iets aan toegevoegd. Dat is de wet van Kepler. Jojo. Interessant. Gezondheid voor mezelf. Nou, dit was wat ik nu even kwijt moest naar aanleiding van dit fraaie ding gepost door die Facebook-vriendin van mij. Die wil dat Tata Steel wordt aangepakt. En dat Tata Steel alsnog dat miljard moet gaan betalen aan de Nederlandse overheid. En wat gaat de Nederlandse overheid met dat miljard euro doen? Eigenlijk een nieuw ministerie uit de grond stampen? Aan Europa geven? Of gewoon direct overmaken op de bankrekening van de paus? Ja. Jij mag het zeggen. En wat ik zeg, is op zijn hamburgers. Op zijn hamburgers zeg ik namelijk tjus en dag lieverds.